Peter Burger is hier, dirigent van vele koren. Zeker, Tom. Hoeveel? Goedemiddag. Ik ben dirigent van 5 koren. Ja. En dat zijn hoeveel zangers en zangeressen in totaal? Bij elkaar ongeveer 500. 500? Ja. Kees bij naam? Veel wel, maar ja, niet allemaal, denk ik. Maar de meeste wel, ja. Je komt uit Waddinxveen? Ja. Wat is het repertoire van de koren die je dirigeert? Wij zingen voornamelijk zeg maar geestelijke muziek. Dus heel veel is vanuit een christelijke achtergrond gedacht. Dus geestelijk, een beetje klassiek. Maar veel vanuit kerken, zeg maar, zijn de leden die geestelijk muziek willen zingen. Wat ben je zelf? Bij welk kerkgenootschap zit je? Ja, ik hoor zeg maar bij de PKN, het grote, dat is de protestantse kerk in Nederland, een beetje in het midden. Ja, je moet me helpen, want ik ben katholiek opgevoed, ja, dus de PKN... Ik ben ook niet zo van het hokjesdenken wat dat betreft. Oké, okay. Je komt ook in katholieke kerken? Ja, zeker. Als dat gevraagd wordt, doen we dat zeker. Ja. Dus, in de buurt waar ik vandaan kom heb je in Tegelen de Passiespelen. Ja. Waar Huub Stapel natuurlijk vroeger, ja. Dacht dat hij er ook aan meegedaan had. Zou best kunnen, ja. Ja. Is dat iets wat is dat het oeuvre wat jij ook mooi vindt? Nou ben ik zelf heel breed georiënteerd. Mm-hmm. En of dat nou bij ieder koorlid van mij ook zo is, dat weet ik niet. Maar ik vind zelf wel heel veel dingen mooi als het om kunst en cultuur gaat. Ja. Maar de koren die ik heb, die zijn dus voornamelijk gericht op het zingen van geestelijk repertoire. En als het om de passietijd gaat, ja, daar doen we ook ongelooflijk veel in. Dat is een van de hoogtepunten eigenlijk ook in de koorwereld. Dus dat is dit jaar... Hebben dat we allemaal gemist. Ja. Allemaal gemist. Ja, ja. Dat is heel erg. Wat betekent dat voor mensen met wie jij werkt? Die daar misschien wel het hele jaar voor gerepeteerd hebben. Ja, die vinden dat natuurlijk ongelooflijk jammer. Ik denk heel veel koorleden die zien hun kooravondje ook als echt een avondje uit. Dus buiten dat het zingen natuurlijk heel belangrijk is, want daarvoor ben je koor. Is er natuurlijk ook een hele grote sociale factor bij de koren die ik vertegenwoordig. Want het zijn allemaal amateurkoren. Ja, die ik maar dat kon natuurlijk absoluut niet de afgelopen 3 maanden. Nee, nee. En voorlopig. Want de gemiddelde omvang van een koor dat jij dirigeert Ja, rond de 100 dus. Rond de 100, hè? Ja, dat is onmogelijk. Ja, dat gaat niet. Nee. Hoe lang nog, denk je? Ja, dat is heel. Ik vind het ongelooflijk moeilijk, want de berichten die zijn natuurlijk nogal divers als het daarom gaat. Er worden nogal wat onderzoeken gedaan naar zingen. En over het algemeen wordt er toch gezegd dat ze toch vermoeden dat dat natuurlijk een behoorlijke bron van besmetting is. Vanwege de deeltjes die uitgestoten worden. Ja. En dat er daar dan natuurlijk heel voorzichtig wordt gedaan. Zijn er voorbeelden in het buitenland waarvan je weet van daar was het kwetsbaar of daar is juist een superspreaders situatie ontstaan of dat niet? Ik vind het ongelooflijk lastig. Als je hier in Nederland is natuurlijk Heerde en heel erg bekend, denk ik, dat weet je denk ik wel, van daar was een koor in Heerde, een mannenkoor. Ja. En daar waren ineens, weet ik het hoeveel mensen ziek van geworden en ook een x-aantal overleden, een mannenkoor. En die hadden zich gewoon, dat was voordat het dus bekend werd. Hè? Dus ze zijn niet gaan studeren toen het natuurlijk bekend was dat het niet meer mocht. Ja. Maar blijkbaar was er daar dus iemand ziek en er zijn er veel ziek geworden. Alleen of dat nou direct één op één met elkaar te maken heeft, of dat het komt omdat ze met elkaar in een koffiehoek hebben gestaan die wat dicht op elkaar zat. Weten we niet. Ik vind het ongelooflijk lastig. Klopt het dat ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland als hobby hebben om te zingen in een koor? Dik 1 miljoen. Ik las zelfs, er is een onderzoek geweest dat het er 1,7 zijn. Okay. En dan is het natuurlijk van shantykoor tot inderdaad kerkkoor en alles wat ertussen zit. Maar die dus in verenigingsverband zingen blijkbaar zijn er 1,7 miljoen. Dat is heel veel. Wat is de gemiddelde leeftijd van een lid van jouw koren? Dat is per koor een beetje verschillend. Maar zeg maar 4 van mijn 5 koren zijn denk ik doorsnee gemengde koren, zoals ze dat noemen. En dan is de leeftijd toch wel 60 plus. Mm-hmm. Dus de extra kwetsbare groep. Ja, dus de stempel op de voorhoofd van kwetsbaar, dat staat erop. En merk je dat ook bij mensen, dat ze ook geen risico willen nemen, dat niet bij elkaar gaan komen, te gevaarlijk? Dat is per individu ook heel erg verschillend. Sommige mensen die zeggen, nou joh, voor mij mag het wel weer, weet je wel, en het zal zo vaart niet lopen. En anderen die zijn heel voorzichtig, die komen hun huis niet uit en die gaan niet boodschappen doen. Dus laat staan dat ze met elkaar gaan zingen. Dus ik maak me daar wel heel erg zorgen om. Ja. Toch heb jij oplossingen gevonden? Ja. Hoe? Ja. Nou, ik ben online bezig gegaan en via een YouTube-kanaal, een livestream. Dus we hebben van alles en nog wat geprobeerd. Maar het bleek dat de huidige technieken niet geschikt zijn om met elkaar te zingen. En dat heeft met vertragingen te maken. Dus zodra je het met elkaar... Dat wordt een chaos. Dat lukt niet. Dus met elkaar zingen lukt niet. Dus het is één richting verkeer wat ik doe. Dus ik heb er van alles en nog wat op verzonnen. Ik heb clipjes klaarstaan, muziekstukjes klaarstaan. En in de tussentijd kan ik praten en dan laat ik ze zingen thuis. Mm-hmm. Ze kunnen chatten. Dus ik hoor niks. Dus het is één grote one-man show wat mij betreft. Maar jij geeft aanwijzingen. Ja. En zij zingen, maar je hebt zij zingen, maar ik hoor niks. Nee, ik kan ook niks horen. Nee.
En dat is natuurlijk, want dan denk je, ja, wat heeft dat nou voor zin? Waarom lukt het niet? Dat schijnt technisch niet mogelijk te zijn. Omdat je, dan hoor je de ene seconde later als de andere. Terwijl ze op hetzelfde, dus dan hoor je alles door elkaar heen. Dus jullie hebben het overal uitgeprobeerd, ook met Zoom, waar sportlessen op worden gegeven. Het klinkt voor geen meter. Het samen zingen lukt niet. Nee. Dus ja, wat ik dacht van, ik wil toch iets doen. En vooral om die vereniging ook een beetje bij elkaar te houden, weet je wel. Dus eigenlijk, of het zingen dan zoveel zoden aan de dijk zet, dat maakt me nog geen eens zo verschrikkelijk veel uit. Maar hoe hou je die mensen een beetje bij elkaar? Ja, en hoe hou je... Want het is voor die mensen echt een avondje uit. En dat vergeten we natuurlijk wel eens. Maar er zitten veel eenzamen op. Hè? Mensen die bijvoorbeeld hun partner verloren zijn en die echt uitkijken naar zo'n avondje uit. Je hebt wat meegenomen voor ons, hè? Te kijken wat jullie doen. Ja, ik heb een muziekfragmentje meegenomen. Ja. Wat laat je horen? Ja, dat is een stukje vanuit de passietijd, waar we het net over hadden. En voor mij zit daar een heel gevoel in van waarom ik in ieder geval met muziek bezig ben. Het is een heel sober, sonoor stukje wat ik meegenomen heb. Dus als het goed is, kunnen we dat eens even luisteren. Okay, kun je eens luisteren. Ja. En mee dirigeren met je handen? Ja, ja. Gaat dat automatisch? Zo, als je het hoort, dan... Ja, op de een of andere manier wel, denk ik. Ja? Dit raakt mij gewoon, weet je. Als je hoort die pauken, je hoort natuurlijk maar een klein stukje. Dit hebben we opgenomen in de Doelen vorig jaar. Ben ik met 5 van mijn koren in de Doelen geweest. En daar hebben we dan een passieconcert gegeven. Want er zijn natuurlijk ongelooflijk leuke dingen om te doen. En daar leef je dus inderdaad naartoe, weet je wel. En dan denk je, ja, dit is voor mij, als ik zo'n stukje hoor, en dat ligt ook aan mijn karakter, hoor, want dat is natuurlijk per mens ook verschillend. Maar dit raakt mij gewoon, weet je wel. En dit is waarom je het doet. Waarom ik het doe. En waarvan ik ook merk dat mensen het mooi vinden als ik dat over kan brengen. Je hoort het niet zo goed nu, maar er zit een vierstemmigheid in. Het is een mineur stukje. Een melancholisch stukje, weet je wel. En voor mij is dat... Ja, dat raakt mijn gevoel. Het gaat natuurlijk bij een koor om het harmonieuze. Het gaat om het harmonieuze, ja. Daar is op dit moment niet echt sprake van in de samenleving. Niet, totaal niet. Dus ik maak me daar ook echt zorgen om. Want volgens mij is dat ook... Precies maak je je zorgen over? Of hoe dat nou straks gaat. Wat? En het bij elkaar zijn. Het harmonieuze bij elkaar zijn. En ook als het om muziek maken gaat. Ik vind muziek een ongelooflijk essentieel onderdeel in het bestaan. Maar heb je de indruk dat ook bij de koren, bij de leden van de koren, dat daar misschien hele verschillende ideeën zijn of opvattingen over wat er gebeurt met de wereld? Dat denk ik wel. En ik vind het ook ongelooflijk moeilijk wat je daar als voorman, ik merk wel, kijk, ik heb wel besturen in al die koren zitten, maar ze hangen toch wel behoorlijk aan me van wat ik dan vind en wat er dan moet gebeuren. Vind ik het ook ongelooflijk lastig om daar een beslissing in te nemen en zeggen, joh, laten we nu maar dat of dat gaan doen. Ja, want de ene zegt nu, joh, je hebt 3 meter afstand nodig om te zingen. Nou, ik zat in de auto uit te rekenen. Als je 3 meter afstand nodig hebt, dan als ik dan 100 mensen neer wil zitten, dan heb je een loods nodig van tegen. Nee, want je merkt om je heen natuurlijk dat mensen zijn blij. 1 juni, we mogen weer wat. En tegelijkertijd is er ook een explosieve sfeer in de wereld. Absoluut. En dat zien we in de Verenigde Staten. Maar we zien het misschien ook al een beetje in Nederland op de Dam. Ja. Waar iedereen heel heftig op reageert. Ja. Ja. Ik vind het qua zingen vind ik het dus ontzettend lastig. En ik denk dat heel veel mensen, heel veel van mijn koorleden, ook voorzichtig zullen zijn. En niet zomaar zullen zeggen, nou joh, we komen wel. We gaan weer. Je hebt een boek meegenomen, waarom? Ja. Welk boek? Ja, het is een boek van Dirk de Wachter. De kunst van het ongelukkig zijn. Het woordje kunst wat daarin voorkomt, vond ik dan al heel leuk. Maar ik dacht, nadat de maatregelen afgekondigd waren, heb ik dat boekje weer eens uit de kast gepakt. Ik denk, ik ga eens kijken of het mij lukt om ongelukkig te zijn, zeg maar. Omdat alles weggevallen was. En denk, dat maakte mij niet gelukkig, laat ik het zo zeggen. Dus ik denk, ik ga het eens lezen. En dat vond ik wel grappig, want Dirk de Wachter, die zit in dat boek, gaat het over dat we niet te veel moeten streven naar geluk, want dat is niet de essentie van het bestaan. En toen kwam ik een citaat tegen, en dat ging over de kunst en cultuur waar wij het nu over hebben. En ik dacht, dat neem ik mee. Okay.
Omdat het is soms zo moeilijk uit te leggen, wat is dat nou, kunst en cultuur? En in deze drie zinnen van hem, daar herkende ik mij zo en ik denk, dat ga ik voorlezen. Kunst, of het nu muziek, dans, beeldende kunst of literatuur is, die kunst raakt diepere en onbekende lagen in ons en is daarom zo belangrijk. Ik denk ook dat het altijd ergens raakt aan duisternis, aan iets van verborgen verdriet. Voor mij zijn kunst en cultuur geen kers op de taart. Ze zijn de bodem, de basis, de worteling waarop de maatschappij haar samenhang, haar identiteit en haar welzijn fundeert. Waarom raakt dit citaatje zo? Omdat ik herken me daar helemaal in. Omdat het soms zo moeilijk is woorden te geven aan kunst. En dat het gaat dus om hoe het raakt iets in je waar je heel slecht woorden aan kan geven. En dat is met muziek, dat kan met een schilderij, dat kan met een beeld. Dat alles wat wij kunst en cultuur noemen. Je hebt beschreven hoe je dat nu doet met die koren. Maar loop je toch in een soort culturele woestijn op dit moment? Ja, dat gevoel heb ik wel. Ik heb soms wel heel erg het gevoel, dat heb ik tegen mijn besturen ook gezegd. Van dat ik voel me echt te zwemmen. En wat mijn overlevingsdrang nu is om te kijken van hoe kan ik die mensen nog enigszins plezieren om de club bij elkaar te houden. Maar of het echt zoden aan de dijk zet wat betreft het beoefenen van de kunst, dat weet ik niet. Nee. Peter, we sluiten het af met zet je handtekening op de muur. Maar ook hoeveel mensen zijn getroffen in jouw werkomgeving door wat er gebeurt? Ja, nou ja, wat natuurlijk lastig is, dat zei ik al tegen de redactie. Ik heb 500 koorleden, die vertegenwoordig ik eigenlijk. Het zijn vrijwilligers. Die zijn natuurlijk financieel niet afhankelijk van dit verhaal. Alleen ik vind wel dat ze getroffen zijn. Want die mensen die zitten met hun ziel onder de arm en kunnen niet meer doen wat ze graag willen. En waar ze ook heel veel van hun tijd aan geven. Ja. Dus 501 maken we ervan. Met jou erbij dan. Ja? Gaan we doen. Oké, dankjewel voor je komst. Zet je naam op de muur. Ja, ga ik zeker doen. En ik hoop dat je snel toch weer ergens kunt optreden met de koren. Ik hoop het ook. Dankjewel. Dankjewel.